This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, dit is Soehan Harari, Combat Point. Naast me staat de enige echte Mohamed Kamal. Mohamed, hoe is het met jou? Goed. Hoe is het met jou, Soehan? Altijd goed, zeker als ik met jou praat. Dat is echt zo. Hey, voor jullie allemaal. Mohamed Kamal die gaat tegen Superbom vechten. Dat doet hij 30 september in Antwerpen. Bij Antwerp Fight Organization Presents Infusion Live. En ben jij er helemaal klaar voor Antwerpen? Of ben je nog volop in de voorbereidingen? Ik ben nog niet echt vol bezig met mijn voorbereidingen. Ik train nu gewoon een beetje lekker voor mezelf. Maar hoe dichter bij de partij, hoe intensiever mijn voorbereiding voort gaat zetten. Second round. Superbon. Mohamed Kamal wordt gevecht oost tegen west. Het verre oosten, het Muay Thai stijl, het clinchen, het trapwerk, de kniewerk. Jij hebt een hele duidelijke stijl, ook met de Nederlandse stijl, de stoten en de low kicks. Goede combinaties, harde combinaties. Heb je veel video's van deze Super Bowl gezien? Ik heb veel partijen gezien. Eigenlijk voordat ik wist dat ik tegen hem moest. Dus, Superbon, iedereen kent hem, gewoon zijn gevestigde naam. In mijn ogen denk ik wel een van de beste, misschien wel de beste op dit moment van de wereld. Zeker. Ja. Gezien de Muay Thai stijl is dat sowieso wel een hele grote uitdaging. En jij natuurlijk ook, want jij bent in Europa een van de grootste vechters in deze gewichtscategorie. Neemt dat voor jou nog een bepaalde druk met zich mee richting dat gevecht in Antwerpen? Ik weet niet. Dat moet nog blijken. Maar natuurlijk, kijk, je hebt sowieso voor elk gevecht een bepaalde druk. Maar het is niet een extra druk dat ik denk van ik moet een superbon. Ik denk, het is gewoon gezonde spanning. Ik heb er zin in. Een mooie vechter, een hele goede vechter. Geeft mij alleen maar meer motivatie, laat ik het zo zeggen. Ja. En je laatste partij tegen Yom Tong. Dat was een hele harde partij. We hebben genoten. Thaise stijl is gewoon weer jou zeker niet onbekend. Maar die jongens, hij heeft je flink wat trappen voorzien, hè? Ja, het trapte heel hard. En het was een beetje anticiperen op hem. Het was gewoon goed met zijn middelkick. De linker trappen voornamelijk. En in het begin was het een beetje even... En niet aftasten, maar ik moest even de grip hebben. En op het moment dat ik dat had, toen domineerde ik de partij. En wat denk je dat in deze partij het verschil zal gaan maken? Is dat gewoon, want jullie bereiden je allebei heel erg goed voor. Ja. Is dat snelheid, is dat techniek of is dat hardheid? Alles in één. Nee. Je moet eigenlijk daar gewoon 100% presteren. En de eerste die een fout maakt, die ligt. Je moet sowieso 100% klaar voor staan, mentaal als je voorbereiding. Maar ik denk dat Superbon mij beter ligt dan Yom Tong. Kijk, sowieso allebei de Thaise stijl. Maar Superbon is 1, staat links voor. En 2, die komt echt om te knokken. En met Yom Tong, een hele goede vechter, maar meer, daar moest ik meer met tactiek gaan werken. Meer met, echt met een plan, anders kom je gewoon niet uit. En Superbon is toch een vechter die komt om te knokken. Zijn stijl die ligt me lekker aan. Ja, en we zien het wel. We zijn benieuwd. Ja, ik ook. En nogmaals, mogen de beste winnen. Lijkt me een goede afsluiting. Jullie allemaal, volg Mohamed Kamal. Like en deel deze video. Vergeet je niet te abonneren. En ik hoef alleen maar te zeggen, bedankt voor het kijken allemaal.